What the fucking fuck is this? Fuck! Shit! Nee, mijn MacBook is op de grond gevallen, what the fuck? Oh, ow. Voor de keer begin ik de vlog in de douche. Nou, ik hiervoor toch gewoon mijn video heb geëdit en niks heb gedaan. Ik lijk op de kerstman. Of op een sletje die net helemaal is. Oh ja, oké. Ah, fuck. Mijn lens is weer aan het bedampen. Holy shit, what the fuck. Ik ben echt al veel te lang aan het douchen. Maar echt veel te fucking lang. Ik weet niet hoe lang ik hier al sta. En ik voel nu ook daar weer zeep in mijn ogen aan het komen is. Vandaag is woensdag. Denk ik, is woensdag vandaag. Voor jullie is donderdag. Het is heel leuk. Fuck, dat was op de grond. Vandaag wordt een hele leuke dag. We gaan hele leuke dingen doen. Jee. Ze mij lekker ruiken mocht. Ik ben hier zit. Ah, fuck, er zit zeep in mijn oog. Shit. Bedankt dat jullie hebben geklikt op deze vlog. Door de hele. Er zit zeep in mijn ogen, dus ik kan niet klikken op de knop. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Het gaat heel leuk worden. Het is mij zeker dat je omhoog. Goeie douche sessies, alom. Ik heb nooit echt begrepen wat het woord alom betekende, maar oké, dat boeit me niet. Ik heb ook goed nieuws. Mijn video van gisteren is alweer gedemonetized. Toppie. Superveel niet kindvriendelijke shit in deze video. Al zeg ik het zelf. Ook ben ik terug beginnen stickers verzamelen. Ik weet niet of jullie daar al eens op hebben gelet, maar vroeger verzamelde ik altijd stickers. Zo heb ik dat vroeger heel mijn bed volgekleefd met stickers en zo. En nu wil ik hetzelfde doen met mijn deur. Er hangt wel nog niet zoveel aan, maar oké. Dat is een Supreme sticker. Dat is iets wat ik van het brandalarm heb getrokken op school. Dat is zo'n bordje en dat is... Ja... Een dingetje van de bulldog. Op dit moment ben ik iets aan het doen. Ik ben mijn eigen riem aan het maken. Dat ik zo een foto had gezien van iemand die op internet zijn eigen riem aan het maken was. Oh shit, beetje overbelegd. Ik wil ook gewoon mijn eigen riem maken omdat ik vond dat er wel vet uitzag. En omdat mijn broek gewoon niet meer blijft hangen, snap je? Want die veters doen geen fok. Dus ik ben hier mijn eigen riem aan het maken met zo'n ding van een rugzak. Dat is zo gezien op een foto op Instagram en ik vond het wel vet. Dan kan je zo daar dingetjes in steken en dan kan je hem zo los klikken. En dan is je riem ook gewoon gelijk los. Nice. Ik ben niet handig. Echt, twee linkse handen en ik kan echt niks. Maar ik ga het toch proberen, dus ik weet niet hoe ik dit ga doen. Maar ik ga improviseren. Let's get... What the fucking fuck is dit? Holy shit. What the fuck? Wel, mijn riem is wel klaar. Ik heb die zo gemaakt. Ik heb daar een beetje aan zitten branden en zo met mijn aansteker. Die dingen gewoon aan elkaar gebrand eigenlijk. Met superlijm ertussen. Nu hopen dat hij juist is. Want als hij niet past, ja, dan ben ik de lul. Dan werkt hij gewoon niet. Snap je? Als ik het nu verneukt heb, dan moet ik zelf niet opnieuw beginnen. Want dan heb ik het gewoon verneukt. Wel, het houdt mijn broek wel omhoog. Ik was vergeten dat ik die nooit in die gaatjes van mijn broek ging krijgen. Maar oké. Er is wel iets fucked up gebeurd. Er zit superlijm in mijn snor. Hier zo. What the fuck? Veel pijn. En ik weet niet wat de fuck ik ermee moet doen. Ik weet niet wat ik nu ga doen. Ik ga misschien naar de winkel. Ik heb wel een nieuwe riem mee. Hij zit grappig. Hij zit wel goed. Dus ik ga nu waarschijnlijk gewoon naar de lijzen om eten en zo. En ik denk niet dat mijn mama eten gaat maken voor mij. Ik weet niet of ze naar huis komt. Ik weet eigenlijk echt niks. Fuck, die shit doet echt pijn. Hoe de fuck kan er nu superlijm in mijn snor zitten? What the fuck? Mijn vingers zijn ook helemaal fucked op van die superlijm. Dat is altijd fucked. Besef ook even dit. What the fuck? Wie is dit? Lijk ik hier nog op? What the fuck? Ik weet niet hoe lang geleden dit is. Ik denk 10 jaar of zo. Nee. Misschien 5 of 6 of 7. Dit is de doos van die FIFA ding en mijn kat is er verliefd op. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen is, maar oké, we gaan naar de winkel. Oké, welkom. Ik heb heel goed nieuws. Mijn riem werkt wel in deze broek. Hij zit er leuk rond, hij ziet er fucking scare uit, maar het is nice. En als je dan even een plasje moet doen, dan doe je... Oh, zo en dat is niet nice. Na mijn creatieve uitvinding van deze riem heb ik heel mijn middag verspeeld aan iets anders. Het is echt belachelijk, maar oké. Ik had niks te doen, dus ik heb deze rekkerbal gemaakt van 10.000 rekkertjes. Ik weet niet of jullie beseffen hoeveel werk er hier is dat, maar hij is echt gefokt. En het ergste van allemaal is nog. De reden waarom ik deze leuke bal heb gemaakt is omdat ik dacht dat hij ging stuiteren. Hij stuit er niet. Ik dacht dat ik zo leuk tegen mijn raam ging kunnen aanleef. Fuck, hij werkt echt niet. Maar ik ben wel trots op mijn creatie. Hij is leuk. Maar ja, het heeft dus geen nut. Dus ik ga hem gewoon ergens hier leggen of zo. Nice. Leuke rekkerbal. Heeft dus wel echt geen nut. Hij ziet er alleen heel leuk uit. Hij is wel misvormd en zo. Er zit een tumor bovenaan. En hier heb ik dus heel mijn middag al verspeeld. Het is nu 9 uur. Dat is fucked up. Maar oké. Om deze video leuk af te sluiten, ga ik nog een leuke Q&A doen. Want ik had jullie gevraagd om vragen te stellen op mijn Facebookpagina. Als jullie geen Facebook hebben,
hebben, dan snap ik dat wat Facebook is kut. Maar als jullie wel vragen hebben gesteld, maar ik ga jullie vraag toch beantwoorden, want er zat er een paar hele leuk tussen. Dus weer het, de hek is echt fucked op. En mijn statief is nog altijd zo kapot als iets. Doe, what the fuck is dit? Dit is ook heel raar. Doe, helemaal kapot, ik snap het zelf ook niet. Maar wel een leuke Q&A. Let's do some questions and answers with Acid. Hopelijk hebben jullie een beetje leuke vragen gesteld. Zo niet, dan is deze Q&A kut. Sorry daarvoor. De eerste vraag is van Nathan van Geloven. Als een Duitse herder in België geboren wordt, is het dan wel nog een Duitse herder? Ik ga niet naar school, dus ik ga geen antwoord geven op die vraag. Sorry, ik weet het niet. Ik denk dat Duitse herder gewoon een ras is of zo. Fuck die shit. Tweede vraag is van Milan Peters. En hij vraagt, als je de kans zou hebben om terug naar school te gaan en een diploma te krijgen, zou je die dan nemen? Nee. Of misschien wel. Ik weet het niet. Ik weet niet of YouTube nu lekker gaat of zo of niet. Ik upload elke dag. Maar what the fuck is dat met die fucking hek? Ik meen het, ik heb nog niks gegeten vandaag. Van waar die hek? Als ik terug naar school zou gaan, dan zou ik dat niet doen. Want als ik terug naar school ga, dan heb ik geen tijd meer om video's te maken. En dat zou ik het helemaal verneuken. En dat zou ik wel een diploma nodig hebben, maar oké. Maar ik ben zeker dat als ik terug naar school zou gaan, dat het toch niet zou lukken. What the fuck? Elke leerkracht haalt mij. 90% van mijn video's op YouTube gaan over hoe leuk ik leerkrachten vind. En over hoe leuk ik het vind als ze mij een vieze k. En over hoe leuk ik het vind als ze met een vieze stinkbek in mijn gezicht komen praten. Leerkrachten, hun adem ruikt altijd naar koffie, ja, speeksel en kots. Ik weet niet welke tandpasta leerkrachten gebruiken, maar bleh. Volgende vraag is van Roel Verheijzen. The fuck, ik ben echt niet goed met namen, wat is dit? Volgende vraag is van Roel Verzeilen. Hoe kunnen leerkrachten huiswerk geven aan kinderen die dakloos zijn? Ja, niet. Dat gaat niet, denk ik. Of misschien wel. I don't know, next question. Volgende vraag is van Jarko Vervaken. Hoeveel moet ik betalen om mijn wiskundeleerkracht volledig in elkaar te slaan? We hebben dus een prijslijstje. Je kan mij vragen om mijn kak te breken, om mijn ogen eruit te steken, of om mijn, weet ik veel, een eggewanden eruit te halen met een mes. De prijslijst kan je vinden op mijn kanaal. Die staat ergens, ik weet ook niet waar. Maar ik wil jouw leerkracht wiskunde ook al in elkaar slaan als jij mij een ISO-diploma kan geven en dat ik werk kan zoeken, want what the fuck. Volgende vraag, Stef. Met de ping. Wat is dat met jullie fucking moeilijke namen? Kunnen jullie niet gewoon Jan noemen of Tom of Wim? Dat is makkelijk. Het hoogst mogelijke diploma krijgen en een dikke job hebben of blijven YouTube doen? Wel, ik heb het skeren leven leren appreciëren. Dus ik denk dan toch dat ik voor YouTube zou gaan. Snap je? 90% van de mensen die een diploma hebben, we vinden toch geen werk. En ik wil niet eindigen in OCMW en geen geld hebben. Dus dan word ik liever een YouTuber die 90 is en kan. Dus dan word ik liever een YouTuber die 90 is en nog altijd fucking saaie video's maakt dan dat werken in een job waar je van 9 tot 5 achter een bureautje zit en niks. Volgende vraag. Zou je eventueel overwegen om je schaamhaar als snor te gebruiken? Wel, even een klein dingetje die niemand van jullie weet. Ik heb geen lichaamsbeharing. Ik ga nooit haar hebben op mijn borst. Daaronder heb ik ook niet echt haar. Ik heb alleen haar onder mijn oksels en op mijn hoofd. Maar ik ben redelijk kaal. Dus ik heb ook niet echt haar op mijn hoofd. Dus ik kan mijn balhaar niet echt inwisselen voor een snor. Want... ja. Ik ben zeker dat als je nog even zo verder doet, dat straks heel mijn familie in mijn kamer staat. Want what the fuck, ik ben weer veel te luid aan het roepen op dit uur van de nacht, maar oké. Volgende vraag. Ooit over nagedacht om YouTuber te worden? Je lijkt me daar ideaal voor. Wel, die vraag krijg ik veel. Veel mensen zeggen tegen mij, yo, wil je misschien YouTuber worden? Ik denk niet dat YouTube iets is wat kan. Want ik heb gehoord van veel YouTubers dat je geen geld verdient met YouTube. En ja, ik heb ook gehoord van veel YouTubers dat als je dan begint met YouTube, dat je stopt met school. Dus ik... ja, ik denk niet dat ik YouTuber ga worden. Fuck YouTube, fuck vloggers. Fuck mensen die elke dag uploaden. Fuck mensen die campagnes doen. Niet aan YouTube beginnen, ik meen het, je leven wordt er echt te gestrest door. Thijs Kolen vraagt, als jij bepaalde hoe het schoolsysteem was, hoe zou het er dan uitzien? Oké, dit is een grote, vraag. Let's beantwoord deze vraag leuk. Dus, moest ik mijn eigen schoolsysteem kunnen doen, dan ja. Ik zou sowieso zeggen dat wiskunde niet belangrijk is, want daar leer je shit dat je nooit nodig hebt in je leven. Ik zou meer... knutselen doen. Knutselen is wel een leuk vak. Misschien ook te laat komen mag. Dus als je niet naar school wil gaan, dan moet je niet naar school. Je moet wel één keer per jaar examens maken. En als je daar niet door bent, dan mag je ook door naar het volgende jaar. Ik vind dat je gewoon zo... ja, ik weet het niet. Mijn schoolsysteem zou er gewoon uitzien niet naar school gaan. En gewoon alle leerkrachten ontslaan die er bestaan. Ik snap ook nog altijd niet hoe je op de beslissing zou komen om leerkracht te worden. Ik bedoel, elke leerkracht weet dat je gehaald gaat worden door iedereen. Zelf leuke leerkrachten worden gehaald door iedereen. Why the fuck zou je
leerkracht worden. De enige reden waarom dat ik leerkracht zou worden is omdat je ook fucking veel vakantie hebt. Je hebt gewoon ook bijna niks te doen. Dus je moet eens een dag leerkracht zijn in een klas. Dat zou fucking chill zijn. Dat zou je echt een leuke dag hebben. Dan kunnen we heel de dag niks doen. En gewoon een beetje kijken naar filmpjes van mensen die mensen in elkaar slaan of zo. Dat zou mijn school zijn, snap. En ik zou ook die problemen in de wereld oplossen. Want op school heb ik nog niks geleerd wat ik in het dagelijkse leven kan gebruiken. Ook zou ik één richting aanbevelen. En dat is de richting die noemt vrouwen kakken niet. Waarin er dus hele theorieën naar boven komen waarin je ziet dat meisjes gewoon niet naar het toilet gaan. Oké, duidelijk? Nice. Volgende vraag. Welk skate trucje was je bangste in heel je leven? Speciaal voor deze vraag ga ik proberen mijn inward heel flip te landen op straat. Het boeit me echt geen fok dat al mijn buren mad gaan worden en zo. We gaan gewoon nu even skaten. Fuck. Shit. Nee, mijn MacBook is op de grond gevallen. What the fuck? Hij werkt nog safe. Kijk, even een dikke fuck you naar iedereen in mijn straat. Ik ga nu skaten. Als er iemand komt zagen dat het skatepark 10 meter van mijn huis is, dan mogen ze allemaal oprotten. Het ding is fucking zwaar, what the hell. Sorry aan iedereen in mijn straat voor de geluidsoverlast van het komende uur. Ik moet doen voor de vlog en ik moet ook doen voor de likes. Dus we gaan hier een kleine skate session doen in mijn straat. Dat is omdat het skatepark echt 50 meter van mijn huis is. Dus, ja, snap je? Die meneer komt nu al uit zijn huis om te klagen dat ik te luid ben. Oh, fuck. Als die auto mijn skate rail raakt, dan... Oké, het is safe, denk ik. Nice. Als er nu een heel klein beetje wind is, valt mijn camera om. Maar ik ga gewoon proberen één keer mijn inward heel flip te landen. En ja, totdat ik die heb geland, blijf ik filmen. Dus als ik hier morgenochtend nog zit, ja, dat doen we. Oké. Ik geef het op, sorry. Ik sta hier echt al fucking lang en het lukt gewoon niet. Het is niet mijn dagje. Snap je, het lukte niet eens om mijn ollie te doen in het begin. Misschien moet ik gewoon stoppen of zo. I don't know. Ik ben echt teleurgesteld dat het nu niet lukt. Snap je, op camera iets doen is altijd veel moeilijker dan dit, echt. Dus ja. Nee. Wow, oké. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze vlog. Vond je het niet leuk? Smijt zeker een duimpje omhoog. Want ik weet niet hoe het komt, maar ik heb wel mijn klopje gekregen. Ik weet niet voor waar het klopje komt, maar ik ben dus gewoon fucking moe. Het is nu 11 uur, dus ja, het was een heel leuke dag vandaag. Ik hoop dat deze vlog op tijd online gekomen is, want what the fuck. Ik denk dat je morgen ook echt superveel shit gaat moeten doen. En ik moet naar de boekhouder of zo. I don't fucking know. Dus, smijt zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik weet het. Sparen jullie geld voor mijn sokken. Tot de volgende keer. Bye.